NEC moet aan de bak vrijdagavond. In Rotterdam tegen Excelsior is het zaak om te winnen. Tenminste, als de Nijmegenaren aanspraak willen blijven maken op een periodetitel. Of zijn de Nijmeegse supporters te snel verwend? Ik denk dat met de serie die we neer hebben gezet, mensen misschien ook gelijk een ander verwachtingspatroon krijgen. Natuurlijk willen wij die wedstrijd tegen Volendam ook winnen. Alleen daarvoor win je 7-8 wedstrijden. Mensen verwachten dan ook even dat je van Volendam wint, waardoor je ook misschien wel derde kan komen te staan. Zo kijken mensen, dus verwachting wordt ook hoger, is ook niet erg. Alleen wij weten wel waar we mee bezig zijn, we weten wel dat we nog stappen moeten maken. Ja, kijk, en als je zo'n wedstrijd verliest, kijk het naar de stand. Hè, dan ga je in één keer van de vierde of zo naar de zevende, achtste plek. Ja, dat ziet er in de stand dan anders uit, maar het verwachtingspatroon stijgt ook op het moment dat je goede series neerzet. Ja, dat is aan de ene kant wel logisch, aan de andere kant moeten wij als trainers ook wel bewaken dat we wel weten waar we mee bezig zijn. En ja, wat ik van de week eigenlijk ook al zei in de media, als je dan echt een stapje wil maken en groeien als team, moet je ook eens dat soort wedstrijden tegen concurrenten ook winnen. Nou, dat is nog niet gebeurd. Nee, en wat ontbreekt er dan op dit moment volgens jullie aan, waardoor de wedstrijd nog niet wint? Ja, ik denk een beetje ook de kwaliteit in bepaalde fases van de wedstrijd, kwaliteiten van het team, misschien de totale kracht van het team, de totale sterkte van het team. Het is wel een team, dat hebben andere wedstrijden wel bewezen, dat jongens ook die invallen een meerwaarde kunnen hebben. Alleen als je ook kijkt naar wedstrijden tegen de Graafschap thuis, Go Ahead thuis, NAC uit, Cambuur uit, Volendam nu, dat zijn eigenlijk teams waar je misschien wel bij wil horen. Maar goed, die wedstrijden hebben we eigenlijk geen een van allen kunnen winnen. Nou, kijken of dat tegen Excelsior wel kan. En dan is het ook zo dat je van die teams ook kan winnen en dat je daar misschien ook bij hoort. Ja, tot op heden hebben we daar veel moeite mee. Dus misschien hoor je daar nog wel niet bij. En moet je even pas op de plaats maken. Wat niet erg is, want de doelstelling blijft wel hetzelfde. Excelsior is natuurlijk een ploeg die je al gehad hebt in de beker. Daar was je in mijn ogen 85 minuten toch al de betere partij. En dan uiteindelijk in de verlenging leg je het af. Heb je daar wel vertrouwen uit gehad uit die wedstrijd? Ja, dat is voor deze jongens natuurlijk lang geleden. Plus dat er een aantal jongens meededen die weinig minuten hadden gemaakt daarvoor. Dus we hadden daar een beetje een mix gemaakt van jongens die wat minder hadden gespeeld. Maar in wat jij zegt, het grootste gedeelte van de wedstrijd hebben we daar eigenlijk erg goed gespeeld. Dus we hebben eigenlijk in de voorbereiding wel ook wat beelden gebruikt uit die wedstrijd. Vooral ook om te kijken naar ook de kwaliteit van Excelsior. Hè. Zeker in de verlenging, het laatste deel van de wedstrijd, wat doen zij. Maar we hebben ook laten zien dat we daar wel veel ruimte hebben om te voetballen. Ja, Excelsior is een hele wisselvallige ploeg. Wat verwacht jij voor hun komende vrijdag? Ja, bij Excelsior is het vaak alles of niks. Hè. Ze scoren veel goals, maar krijgen er ook redelijk veel tegen. Willen volgens de trainer het publiek van maken. Spelen ook vrij open, met hoge druk. Nou, op het moment dat wij, zoals in het begin, zeker de eerste helft daar eronderuit kunnen voetballen. En dat is wel een aandachtspunt voor ons ook, want dan hadden we bij Volendam bijvoorbeeld heel erg moeilijk om onder de eerste druk uit te voetballen. Ja, dan kunnen we hun ook wel pijn doen. En uiteindelijk moet je ook zien hoe de vorm van de dag is. Maar dat we ruimte krijgen om te kunnen voetballen is wel duidelijk. Zij spelen heel open. En daarna je eigen selectie, het zal weinig verrassend zijn qua blessures en ongemak. Ja, nee, het is jammer dat er steeds maar eentje genoemd wordt. Hè. Norbert Alblas is steeds de enige die geblesseerd is. Maar goed, dat is een langdurige blessure. En de rest is eigenlijk helemaal fit. Dus voor ons als groep prettig, als individu prettig. Maar ook voor trainers prettig, hè, om keuzes te maken. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur en staat onder leiding van Danny Makkely. Natuurlijk is alles live te volgen via RN7. Om 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur 2 keer 3 kwartier live.